dus ik trek me wel op terug. Laat wat meer bestuurd door kritiek. En dat is het bewijs dat alles kan zien. Een corruptie schandaal is tapeloos in onze referentie. Een bedrijf Cultuur TV is signing in. Hey Sabigipa, cool dog, respect man Jim. Okay. Ay yung obigipa yung, besta ka la drink kaya abi yung. No, nato ba traya na simba fan udu. Mado surut boy, inerci drunk. Yes, yes, cigarette tu na. Ang kapot tu paki Daniel Jim. Ya ah you, to ang de paki cigarette Jim tu. I'm a fan. No beer, but respect, man. Bang, we'll see. About Kapalan, me don't attack too much here. It's all about Tom Caslater, eh? Isabi, Koko Bia Kowek, Jaso, Ala Drank, Sorto, Efenja. We say one, you root boy, inerci drank. Carpo, hey, in a con, we sort beer, Sorto. We sort water, we sort sap, soft drank, cigarette, for snappering, no maar op. And the man, are you, where? Kan dit de trapper zit tapu, moest die maten waar jullie tuur drie room maten, tam kas later op het. Wat sweet kon hij in dat datra osso para Mario. Dit na presi pe u kan kon die ala datra city. Den datra vun, ik na de nanga neti die ala u datra sorgo. Apresse opo mofoneti. In a weekend nanga latneti. Te anoutu hei streef strefi, ta we kon nanga u egi siki wagi komitio. Te abu van uru, yu kan kara konkru te 1-2-4. Datra oso para maribo, yu sorbo, na un sorbo. Kulturu TV, Alston Sanayong is signing in en vandaag gaan we het anders doen. We zitten lekker in een barbershop, Los Aceres, meer bekend als barbershop waar vele Kubanen hun haren komen knippen, maar ook heel veel Surinamers hoor. De man die gevestigd hier zo de Liberty, ja we nak de man op Chimpigop even, wanneer je in Suriname bent, want je weet wanneer we gaan op locaties, dan zeggen ze van, hey weet je wat? Het interview mag je hier zo afnemen. Maar vandaag gaan we in gesprek met de heer Bix. Mr. Bix, zoals bekend. Migi om mijn man ding hier. En meneer Bix is ook een van de heren die ik een naam heb gegeven. En u ziet hem ook bij DTV en overal zo een beetje. Maar we gaan een beetje praten over de NDP. Hij is de persoon die lid is van de NDP. En vandaag hebben we het nieuws gekregen, of hebben we het gelezen. Het nieuws heeft ons bereikt dat mevrouw Jenny Simons zich kandidaat stelt als voorzitter van de Nationale Democratische Partij. En dat is een heel belangrijk nieuws, hè, omdat tegen Lucas situatie, dan om mijn man bedenk ik, maar wordt ze wel voorzitter of niet? Weet je, je weet nu is er iets gaande dat er een verkiezing moet komen in de partij. Weet je toch, zodat eigenlijk Alassane City commit a
verkiezing. Maar we gaan in gesprek met Bix om te vragen, hoe ziet hij mevrouw Jenny Simons? Want hij was ook een van de mensen die zei van, hey, mevrouw Jennifer Simons moest haar saneren. Tante Jenny, je kan het, tante Jenny. En laten we een beetje gaan babbelen over de politiek, maar ook over enkele zaken die de afgelopen periode hebben plaatsgevonden. Als een Sanayong, blijft u subscriben. Daarboven ziet u een bel, dan klikt u kling en dan hebt u dus dan gesubscribed. Cultuur TV, meneer Bix, welkom in ons gesprek. Het is na lange tijd dat we weer met jou een gesprek aangaan. Weet je, het is heel belangrijk dat van tijd tot tijd maar is je in een picture bakken. En dat is iets nieuws hè, in Suriname. Dat vroeger ik was zo politiek is maar op televisie. Maar nu zie je echt verschillende mensen. Een beetje variërend. Even off topic. Wat betekent dat voor je? Oh ja, wel. Dat die mensen nu komen in beeld is, is bezig. Ze voelen zich nu vrijer. Want iedereen is zo een beetje, hoe moet ik zeggen, is het huiverig. Dus die zegt, dit is maar Johan Mike, dit is mijn vrede. Dit is maar Johan, ik heb geen mening, ik heb geen mening. Ze moeten er vanaf, de Surinaams moeten er vanaf. Jullie moeten een mening hebben, Isabita. Doordat jullie geen mening hebben, of jullie doen achterdochtig, dan hebben we die vrede, dat doen politicussen. Of mensen in de politiek doen ze wat ze willen. Duidelijk, dan is dat duidelijk. Mr. Bix, volgens mij is een van je wensen uitgekomen. Je had eigenlijk weliswaar aangegeven presidentschap, mevrouw Jennifer Simons. En eerste sansanko in mij op die demitak, hey, me moest bel Bix. Want Bix bij de man van de man zijn, ja, big up tante Jenny. Weet je, maar nog geen president, maar als kandidaat voorzitter van de NDP. Hoe is de boodschap overgekomen? Oh, prima hoor. Kijk, Isabi. Smaalt zo? Ja, maar mijn breed aan mijn schrift toe, Isabi. Omdat mijn door een bepaalde leeftijd toe in Ali Binoude. Bij mij is een travasie toch, Ali? Isabi. En ik hoop dat de man mijn leeftijd zijn travasie toe. Isabi zei het. Lugo, NDP heeft altijd gezorgd voor vernieuwing. Alles wat ze hebben gedaan tijdens hun periode is er altijd een vernieuwing geweest. De vrouw mag begwaasten en beus. Vrouw mag bij de bang zaak, is dat beter? Dan nu, jongen kies een kans hoe bereik bepaalde, kan doen bepaalde sani, like ministerschap. Is dat beter jongen in de assemblee? Alleen de NDP zorgt voor een vernieuwing. En nu zie je weer dat ze weer zorgen voor een vernieuwing. Is dat beter? En nu, dat dan je niet door een voorzitterschap. Want dan wandelen we uit, dat naar één, twee naar even presidentschap voor een tante Jani aan. Dan is het weer dat NDP voor zorgt. Of de Paarse Partij heeft gezorgd dat weer een vernieuwing is, een vrouw, eerste vrouw, vrouwelijke president van Suriname. En dan zal ik denken misschien ook van het Caribisch gebied, als ik het goed heb. Ja, en ik weet niet hoor, maar dit komt als een primeur, omdat als je kijkt naar de grote politieke partijen in Suriname, de grote hoor, daar praten we dus dan, kom nog elkaar neer, want dadelijk kleine politieke partijen, vierde schrift. Ja, toch maar laten we zeggen de PL, de VHP, de ABOP, NDP en er is nog één toch, NPS. Uh-huh. Dan heb je daarvoor nooit een vrouwelijke voorzitter gehad, toch? Ze zijn niet, dus eigenlijk zijn ze willen een vrouw de kans niet geven. Kijk maar, in de partij NDP heb je altijd een vernieuwing en dat vind ik goed. Zie, manningen moest ik het relax even. Zeg je toch, de maak is een gelegenheid voor draaien konden vanaf dit chiman. Wat hebben ze ervan gemaakt? Om het zo te uiten. Gewoon om ons maar een kans toe, is dat beter? Ik ben een voorstander als manspersoon. Dat ik me gewoon machara konden, is dat beter? Kan de moro vier is dat de. En tenminste is het iemand die misschien de samenleving gaat binden. Want onze president, huidige president, bindt de samenleving niet hoor. En niet altijd. Als je de samenleving niet kan binden, ga je zorgen. Het zijn twee dingen. Of je bindt de samenleving, of je verdeelt de samenleving. En we merken dat nu welke kans gaat hoor. Ik ben bang om roti bij buurman te eten. Het moet niet zo zijn. Ja. En mevrouw Jenny Simons, terugkomend op mevrouw Jenny Simons. Waarom zou zij de beste persoon zijn binnen de NDP? Want je hebt de heer Abrahams, ik heb vernomen de heer Misikaba komt terug. Weet je hebt heel wat andere mensen, zakken bekante voorzitterschap. Maar wat maakt haar anders dan de andere leiders? Want eigenlijk leidster, leider. Ja, want ik zie geen enkele vrouwelijke persoon binnen de NDP met alle respect. Ze eigenlijk bij man
lief voor mevrouw Bouterse. Maar mevrouw Bouterse eigenlijk de man taki hij te kent tranquilo kon. Ze kan niet komen en direct eten. Brokosani gewoon. Maar jouw argument, mevrouw Jenny Simons. Mevrouw Jenny Simons, wat was de vraag? Hoe gaat het? Wat maakt haar anders? Ze is anders. Is niet wat maakt haar anders. Ze is anders. Is een vrouw die eigenlijk het zaken kan leiden. Je merkt het gelijk op, als je de oprecht bezig hier, en je kijkt aan via een neutrale bril, dan is je dat vrouw dat de oprecht bezig is. En ze gaan het zaken goed leiden. Als het fout is, gaan ze zeggen het is fout. Ik heb het ook gemerkt toch? Toen ze moest ik aan in de assemblee destijds, en dan eens, hij op ook wel die bastouren, aan in de camera. Je ziet, dus zij staat neutraal, tenminste voor mij, in mijn verstand, staat zij neutraal. En zij eigenlijk de beste, Isabito. Ja. We doen niet onder, of zeggen dat anderen niet goed zijn binnen de partij. Kijk, een Missy Kaba, ja toch, hij is een heel grote steun. Ja. Hoe je draait of keert, Missy Kaba. Ja man, maar boem, ik ben ook al alle respect. Maar respect je alle de man. Isabito, meneer Abrahams Karkoon, wat een man nou een harde werker is, meneer Abrahams, om de eerlijk te zijn, om dat ferie te doen. Je moet altijd kijken naar een boel voor asma. Je hebt altijd wel een negatieve zijde. Ook die, kijk bij Chan ook, president Chan, hij had een goede zijde, hij heeft een goede zijde. Zo'n goede zijde past wel niet te zijn als president. Goede zijde van hem was minister van Justitie en Politie. Daar was hij goed. Daar zag je dat hij goed was. Maar hier als president is hij vallig fout. Ja. En mevrouw Jenny Simons, weet je, ze heeft zichzelf een kandidaat gesteld. Denk je dat ze, gewoon jouw mening hoor, oh. Ik denk dat gaat ze gedragen worden, Isabitoch, door achterbanen, iedereen, want je hoort nog vaak on the street dan, ja, sabab bestuurlijke, atrangam en zo, maar charisma, ano, abiso, Isabito, lekva, bouta, bende. Wat is je mening daarover? Bouta is een vader, toch? Een vader, te amma da ozo. Na amma da gaat het amma da is dat nu direct, want als je vader thuis komt, gaat hij niet leuk vinden dat dat fout zit. Apoko amma si ala samboom. Dus amma, oh, hij is eigenlijk, hij is blij. Hij komt met lekkers thuis en dergelijke. Isabito, tante Jenny, is weer een ander verhaal. En ons moet gewoon orde op zaken, Isabito. Ik zie je dat gebouwd charisma. Ja, akel abeng, Isabito. Maar zij strak, nou maar toch. Ook strak toch, in onze toch. Want dan klopt papa uit jouw broer. Ja toch. Dus eigenlijk zeg je, Toussaint zei je kan vergelijken. Het is gewoon iemand nieuw, maar het is orde. Het is iemand nieuw, maar het is orde. En het is diezelfde orde van de partij. Maar alleen op een andere manier. Zij is gewoon strak. Ja. We hebben gezien een heel teleurgestelde persoon zang. Laat me voorzichtig zijn met mijn woorden weer hoor, want die de man heeft hier de schrift echt aangesproken, maar de heer Duki bij de wama sabing, isabi ama bij de wama chin teleurgesteld hoor, en zien zo'n tapabaka kanti, alhoewel hij nog NDP'er is, maar man ko uit idee na DTV, takere tak no, 100, we ondersteunen een vrouw. Je snap het ook, en hij heeft ook positieve, weet je, reacties gegeven. Denk je dat met Jenny Simons als voorzitter, dat er ook andere mensen die, weet je toch, ontevreden waren? Teleurgestelde mensen. Dat wil me proberen voor zoeken woord, tak de man, en draai kom bagaar. Na één. Lugo, meneer Duki, alle respect voor meneer Duki. Je snap het ook, dan een harde werker toe. Je snap het ook, hij heeft ook veel betekend voor de partij, vooral in die keri. Als meneer Duki ons weer kan ondersteunen, toch? Meneer Duki, dat is de hihi, maar meneer Duki wil ondersteunen voor de partij, toch? Ik bedel hem niet, want meneer Duki is nog maar. Je snap het ook, maar meneer Duki zou een echte steun zijn voor de NDP. Je snap het ook, vooral in die keri. Want ze hebben een keer die straffen gek gehouden. Dus meneer Duki, Isabi toch, je ziet dat Missy Kaba, ik weet niet hoe in hoeverre hij terugkomt, zou ik je ook willen vragen, belief, vanuit de samenleving. Dat met dat komen, kan dat vrij namens alle de straat, man. Want de straat is mijn vieren, hè. Duki is een goede speler. Ja, man, ik kan man kon ondersteunen naar partij baka. Ik alles aan go baka, want ik bereken een straat in mijn schrift. Hoe vijand hoe de next one is hier? Isabito, wat de eerlijk gewoon. Isabito, de straat in mijn kataksa, de man niet. De man zou nu de eetranga. De chichi wana zou overleven, is het toch? Na de chichi wana zou ik in haar vorige zitting. Nou, dat we proberen. Hou bij. Maar we kunnen ook niet bijhouden, want al die kranen zijn dichtgeschroefd. Isabito, zo wanneer. De hosse man moest go zoeken land hier ook. Uno wan land hier ook.
We doen ze gewoon zoals we moeten doen. Iedereen komt en doet zijn deel. En samen vormt het één geheel. Ja, samen vormt het één geheel. Luister, ze heeft zichzelf kandidaat gesteld. Maar er kan ook betekenen dat Wantra groep kon Isabito naar een Wantra voorzitter takere een stel misrefi kandidaat ook toe. Wat zou maken dat eigenlijk binnen een partij, stel bijvoorbeeld de heer Abraham takere met stel misrefi ook toe like kandidaat Isabito beschikbaar like kandidaat. Dan kom je in een situatie bij eigenlijk binnen de NDP, de man kan lukken, maar dat heb zomaar om stem eigenlijk. Weet je, en ik weet niet, want dat mag volgens de statuten. Weet je toch? De heer Abrahams, anyone, kan die meneer Bouvas refikant stellen zichzelf, like kandidaat, voorzitter. Maar zie je het zo ver gaan? Wat is jouw mening daarover? Het mag zo ver gaan en voor mijn part moet het zo ver komen. Reden waarom, dat is een democratie binnen de partij. Dat is democratie. Soms zou dit op een vloer, maar mij vindt dat mij mag troonvoorzitter toe. Je mag toe, maar op het eind van de dag is handen was ze samen weer bij één aan tafel zitten eten. Klopt. Eigenlijk zeg je daarmee, als je shushushu gedrag dat we tappen. Ze is net al volwassen gedragen. Is dat toch? Men moet zich volwassen gedragen en zo is het beter voor ons. En dat neem ik een voorbeeld hoor. Want if, at top, ik gedraag zich volwassen. Ook toen mensen stroomt het door naar beneden toch? Ja. Ja toch? Even appa, ik ga dragen boeien ofzo. Kom niet mama. Dat tjima dat ik wou vrouw of wat dokter dat ik wou man. Ga je diezelfde discipline hebben? Ja. Ja toch? Ja. Dus jij zegt een eerlijke strijd binnen de NDP, dat verwacht je is, wel. Is normaal. Dat is democratie. En op het eind van de dag blijven we bij elkaar. En dan zetten we de handen bij één. Zo akkel leren toch? Handen bij één zetten, doorgaan. Ja, duidelijk. Mm-hmm. Met een announcement voor mevrouw Jenny Simons. Is eigenlijk als Bouta Botaki Anonak was schakelen de trapolitieke partij ko in een moeilijke positie. Want is hier overal, die ben je op een veld, boy, na sociële tak Jenny, no, misschien ik mag wapar, share. Is dat bij de man pot de trapartij schakmat? De man already de schakmat, already schakmat. Isabito, dat is nu what about? Isabito, wat is jouw troef? Zo troef je vriend kon gim. Gim een biggie partij. Stel je voor, via je vriend wat troef. Zo troef de man vriend volgens jou. Ik stel je geen vraag, maar volgens jou, Ellie, zo troef de man kan vriend kon. Luko, troef Lino nu dat op afval? Zo troef, gim een troef via je. Ze kunnen komen met een Matura als voorzitter. Zeg dat. Maar wie? Ja, mevrouw Matura heeft heel veel stemmen binnengehaald voor de verkiezing. Waarvoor heeft ze het binnengehaald? Nu zit ze daar. Net meer Reza Zuid. Ze is minister van Defensie, toch? Wel, Zuid heeft geen wacht. Zuid heeft geen wacht huis. Het is rommelig daar. Dat zou de soldier moeten doen onder een boom. Zo werken niet met de militair. Iemand 24 uur draait iemand de wacht hoor. Hoe staat het daarmee? Een karig salaris voor de militair. Dat werkt niet. Mensen hebben te veel, je doet niets. Ik zeg gewoon openlijk hoe het is. Zuid heeft geen wachtgebouw. Ja, Zuid heeft geen wachtgebouw. Als we verder gaan, gewoon even de politieke ontwikkelingen van de afgelopen periode. Isabi Ushi Abobde in opmars. Isabi, de VHP heeft een heel grote verkiezingslaunch gedaan. Isabi toch campagne. De PL ook, weet je, tezamen met ABOP. Hoe vond je dat allemaal? Vond je dat een sein van Luku Utranga ete, gezien de opkomst? Van wie? Waar moet ik beginnen? VHP en PL. Of VHP heeft 100 zoveel bussen gezet, of 200, 300 bussen. Ja toch, en ik heb gehoord, ik weet niet, als er betaling was, per bus, betaling. Mensen kwamen uit Nikeri, ja toch. Ze hebben ook meningen verschillen daarin, hoe noem het weer. Hoe noem je daar? Sarah Maka. Doek heeft zijn aparte gang. De DC heeft zijn aparte gang. Ik hoor die steltjes. Je bedoelt Yogi? Yogi, ja. Ja, aparte gangs. Dus ze zijn oneenig met elkaar daar. Er is geen eenheid binnen de partij. Dat heb ik ook al gemerkt. Maar ik bemoei niet aan jullie partij. Jullie mogen elkaar kapot slaan daar. Ja, man. Ja, en hoe zit het met de VP? Weet je, met vijfkaring, aanhouding voor Bordeaux. Weet je, heeft dat een beetje de ABAP geschaad, denk je? Nou, ik vind dat jammer. Kijk, dit is precies wat ik bedoelde, toch? If, mino ango dat bij mijn gebied, jere. Maar VP, toch? No bego roko na VHP, toch? Attackle dis nooit no bo mit bordo. Ja, toch?
de man dat recht moet zeggen vieren, mooi zo. En de man dat om mensen aan die voet aboy is, abito. Maar waar die vele mensen geholpen mag gezegd worden. Ja toch, waar zijn die mensen nu die heeft geholpen? Ja toch, niemand zegt niets. Ja toch, doe ze dat de man doen aboy. De man doet ze dat de man. Smee, nou was er aan het tieren. Nou was er aan het tieren. De man die zit te kik. En dan meer de discriminerende uitspraken is, abito. Voor de sma binnen VIP. Ja toch. Die wanneer ze peilingen nemen, nemen ze peilingen op het zwarte volk. Heb ik gezien, ik heb het gehoord, het wordt op jullie tv-stations doorgespeeld. Is dat onscherp dan aan het, hè? Ja. Omdat de tv-station dus maar je ziet in Amerika op. Maar toevallig heb ik het gelaten. Dan wil ik hoeveel, dus maar het is gewoon een voorbeeld op Afrika. En hoe zei de blanke man die achter? Dan dacht ik zang, van dit man is gaan gaan zo, man. Ja. Dus maar het doet die, hoe noem het weer? Verdeel en die, no, je praat, je praat aan volk, aan leuk. Isabito, mi loop de alles maar de wang, ma gitoor vrij. Isabito, aan leuk. Maar je wang beauty, dat je nog maar de vrij moren naar je die staan die brada. Hé, hey, en Bronto, boy, wie is Bronto, boy? Wat gebeurt met die jongen? Nee, hey, maar Bronto, ik even eerlijk, ik mag geen mening hebben, maar denk je dat, ik denk dat met de samenwerking ABOP, PL, dat Bronto toch, ook is aanhang voor de Jampanese. Bronto, no, kies geen enkel aanhang voor de Jampanese. Want Bronto, we praten om minder wang jowon dan wang irang. Moet dat lekker van de sande. Zijn dat? Wang irang. Blakamang. Oh. Isabito, wang jowon dan Jampanese. Je bent dus zo opgegroeid. Maar de wat Bronto doet is gevaarlijk. Weet je wat die man heeft gedaan? Je hebt niet gehoord wat hij heeft gezegd. Maar op een klopje, ja toch. En dat... Look hoe blanke man dat weer ze weer gaan verdelen tussen de Saramakaner, de Okaner, de Kriool. Maar even een klopje geopend op de Kriolen, heb ik gezien. Dan kom je aan mij, ik ben Kriool, ik ben stadskriool. Maar dat is niet mijn Djukaboy, mijn Samakaboy, mijn Mindiri, maar het is gewoon. Over welk klopje heb je het? De klopje waar ik van zeg, de Kriool is niet bereid om de Javaan te hebben als leider. Want Brunswijk is geen Kriool, toch? Hij is Bosland Kriool. We moeten onze verstand gebruiken. Hij moet weten wat hij met zijn mond praat. Waar is hij dat gezegd? Op een podium, een politieke podium. Ja toch, ik mocht het horen. Het is niet goed in mijn oor aangekomen. Je moet geen klapje doen op de stadskriool. Het gaat niet werken. En dat doet hij het persoonlijk, ik denk het met de NPS. Want daar hebben de foto in dit toch? Ja toch, wie was dat we niet bereid zijn? Wie was dat we niet bereid zijn? We zijn wel bereid. Maar niet onder alle omstandigheden. We verkopen onze huid niet zo goedkoop. Wat denk je wel? Want ik zag de VP en Brontovader dansen zo mooi. En dat ze met hun, en ze weten dat ze weinig zetels gaan halen. Waarom met onze weinige zetels kunnen we toch bepalend zijn. Dat denk jij dat je bepalend gaat zijn. Never, nada. Ja, never, nada. Laten we een beetje gaan, want we praten altijd over de grote politieke partijen. Maar je weet niet altijd dat ik about de Chua ook toe. Alle interview. Ik denk niet dat een missie tap Sademan BD en met al de organisaties dat we naar een nieuwe politiek moeten. Dus met name nieuwe politieke partijen. Zie je dat nog gebeuren, minder dan één jaar? Nee, je moet geen nieuwe politieke partij bijkomen. En die nieuwe, die kleine partijtjes, of ik weet niet, partijen. Het is niet zo nieuw, het mag geen enkel... Impact. Isabi toch, sluit jullie gewoon aan ergens nou man. Zo wat doen? Dat piggie play, hoe voor een wang. Dat uchasra na guanga fesi. Maar dat piggy, iedereen wil het voor het zeggen hebben. Ja. Iedereen wil zo'n beetje voor het zeggen hebben. Er is alle beleid, jij komt de wiel, weer opnieuw. Dat steeds stort je ons, wij Suriname, stort je ons in een avontuur. Elke keer weer, een nieuwe leider, een nieuwe avontuur. President Santoki, weer een nieuwe avontuur. Zo gaan we door. Het is rommelig en je verstand kan het niet aan. Je wordt moe. Weet je wordt echt moe van deze gasten. Ja, je had volgens mij in onze laatste interview in de studio had je aangekaart dat ja, Pakito bij de man van de man sa kan de bekamp sa in a lichting. Kuta ken zo, wakamastal, in a lichting. Maar nu zie je, hij is verwikkeld in een zaak en ja, die mensen van Peru hebben ook gezegd van luister, in deze politieke partij, als je verdachte bent, laat me voorzichtig zijn weer met mijn woorden, maar daarop komt het neer. Als je verdachte bent, dat je man kon in een hoofdbestuur moro. En ja, amano, hij is niet
eigenlijk, hij kan zelfs niet meedoen. Is dat een man of manco in het hoofdbestuur, waardoor nu proberen de afvisie pakito de asane zorlijk. Nu moet je even aan de kant zijn. En nu weten wij niet. Ik ga een gesprek ook aan met de voorzitter. Om hem al die vragen te stellen. Van, wie is daar de voorzitter? De heer Soussaran. Ik val niet op de. Toch? En ik wil ook aan hem vragen. Van, maar hoe zit het met Pakito's politieke carrière? Want als het proces nog 2 jaren duurt. Dan eigenlijk kan man een contact lezen. Eigenlijk kan man kan vergiet aan verkiezing. Je volgt aan nieuws dat hij? Ja, dat hij toch. Dat vind ik dat Pakito daar verveelt. Wat zoekt hij nog daar? Abakatino, Abamambaka, Isabito. Daarom loop NDP. Ik denk dat zomaar. Ik loop NDP ten aten. Isabu zei, de mij hoor je baka. De mij nou ap je baka. Toch verveel je daar. Kom hier. Ja, we hoor je baka. Waar is hier, paars? NDP. Ja, mama. Tak wat lood, sani about NDP. Ja, maar fit tegen NDP. Het maakt niet uit. Nog spangap is dat. Vergeet de zaak. Oneluk wa baka. Zo denken wij jongeren. We kijken niet terug. Je moet kijken in een assemblee, in een RGR. Ze kijken gewoon staan terug. No, nothing is the past, man. Kondja, NDP, wat bij van Oudu, Isabito. De man op je bakken. Want weet je wat gebeurt? 2 jaren lang. En de man hoort het op lange baan, hè? Ik denk het ook. Na lange baan, reden waarom hij hier systeem drapen. Nou, een georganiseerde systeem. Hoe denk je dat op de man sturen? Maar het is georganiseerd iets. Ja, toch? Recht niet zeggen vier moro. Nu moet je naar politiek opleiden. Nu moet je verwacht niks voor regeren. Nu moet je naar full politiek komen aan verkiezing. Is dat niet? Want de man sabi barada la seruma. Ja, la seruma. Hoe zie je NDP op het veld? Je kan naar de man solicie ook tot op het veld. Vogeluko als sterk. Want wat wij doen, wij gaan naar alle politieke partijen. We gaan naar MPS. Laatst hadden we ABOP maar alleen Kirung. We gaan naar NDP. We gaan die 91. En wist je, maar wie ging wel op dat veldje, hè? Zei je Taki? Oké, alleen Kier NDP? Had je dat storm toch? Akieren? Was het druk of was het niet druk? Ja, de beelden zijn daar, ja. Oké, bewijsmateriaal eraf, toch? De mij kan stelen, getuigen. Check ze, Isabito. Hoe nou hier niks, NDP en zo, de mij lijn strategie. Isabito, de mij begin koin de chichi, we begin dat puro. Koin naar Bijuan. Centrum, naar Wabeng, Orsinil, Kwata. Daar kan Satoki misschien nog een beetje opereren. Maar ik kan niet in die binnenweek. Kom in die binnenweek. Kom naar Pont, kom naar Rangu. Kom hier in Hermitageweg, die je nooit hebt gemaakt. Isabito. Heb je Hermitageweg, mijn man? Ja. Isabito. Daar een item van maken, moet ik even man. Checken. Hey, jaren is dat niet zo. Als aan broeien helemaal. Jammer dat mijn contact gebouwd is. Waar zijn die RR, waar zijn die DR's? Isabito. Voor alle politieke partijen. Mag er zo werken van? Isabi, nee, ze maken geen werk van. Isabi toch? Alles maar bedef lukus zo de saka. Einde lukus saka. Rogo gisteren aan, zodat je kinderen het beter kunnen hebben. Ja, nee. Duidelijk, Bix. Wat heb je dan aan DC? Aan vraag DC? Asane heat. No, de ina politiek, hè? Eigenlijk, a verkiezing is ode volgens mij op de moro spawang. Waarom? Omdat lipu tak aki stelsel kinky. Heb je ook dat eigenlijk. Ja, mino sapsuma kang asani mana regering di si agar selek te itak wasani dan de mawa strafine tapu. Weet je, dus eigenlijk op een politieke poedje moet je ook voorzichtig zijn met wat je zegt. Dus eigenlijk, daar zie ik toch wel tak wam ching barrière degi alap chim sani de mei longwa rechter. Isabito, vandaag luisterde ik nog naar Limbo. Limbo bij op wang gesprek drapen naar helings de mawa cara mangwa rechter omdat de matak wansani drapen naar mijn medium, weet je? Hoe zie je die zaken precies? Ik vind dat de chim san dat omliep naar wansi. Ja, mensen, zei ze. Voorzitter, man, met dat bouden ze een dictator. Er was sprake van dictatuur. Er was sprake van pers, gevrije mening van de pers. Dus persvrijheid, no bede. Ik heb niets van dat opgemerkt. Dus vergeleken met nu. Vrije meningsuiting. Ik weet niet. Als je liegt, lieg je. Rieden waren in mijn Bijbel, staat er dat je liegt. Jokke, bestaat niet. Het komt nergens voor in de Bijbel. Dat je, in de assemblee moet je netjes zeggen. Hij praat besijdens de waarheid. Je liegt. Je liegt. Ja. Bijbel misnap je liegt. Geen besijdens de waarheid. Ja. En dat voelt men. Dus eigenlijk gewoon in mij verbergen.
de rommel van de rotzooi. Dus gewoon je leren op dat je tek je leed aan mijn brieven. Maar je mag evalueren. Dat is niet op de waarheid, Boris. Hij zegt, hey, praat bezig, dat is de waarheid. Je liegt. Ja, duidelijke taal. Wat is je boodschap tot slot naar de samenleving toe? De samenleving moeten hun best blijven doen. We kunnen volharden hoor. We hebben 4 jaar volhard, Isabido. Nu zijn we eigenlijk, nu is het einde van de tunnel. Nu pas ik lig in de tunnel. Ja, maar niet doorzetten, maar nu zie ik lig in de tunnel. Want ik ga applaudisseren, ik ga ze wegjagen. Ja. Dat is dat ding, wegjagen is dat ding. Ja, maar wegjagen, en je hebt het gehoord hier zo in de barbershop waar we snel bij Mr. Bix waren op bezoek. Bij onze Cubaanse jongens. Bij onze Cubaanse jongens. En je ziet het hier zo. Ga ik even hier zo. En je ziet het hier zo. Maar ze doen geen blakke man. Ai, als ik goed blakke man weer u reed. Ai, orgie. Nice. Maar we gaan het interview hier afsluiten. En blijft u ons volgen, subscribe u. Want er komt meer nieuws. Jenny Simons, Usabi Jenny Simons. Ai, we gaan voor de vrouw. Stak je de voelie, Jenny? Ja, maar orgie. Ano Jenny, wat? Hij heeft systeem. De vrouw moet voor mama. En die vrouw moet gaan stemmen op een vrouw. Jullie moeten bewust worden. Stem op een vrouwspersoon. Stem op Jenny. Ja. Ja. Maar wie zie je naast Jenny als VP? Dus ik koot ook Jenny naar voorzitter nu. We praten nog niet over president. Mm. Maar voor jou is het al even matroon-president aan 100, toch? Wie zou je zien als een VP? Ja, jouw mening? Maar NDP, binnen de NDP. Ik weet niet, anyone. Het maar, kan ook een andere politieke partij. Want Akil Serifi altijd allemaal wil op een van Moxie. Maar als het binnen de NDP is, dat zou je. Heb ik twee. Twee, ja. Als vieze. Waldring. Nee, ik mis ik kaba. Twee vrouwen zou niet netjes zijn op een plaats. Ja. Sorry, ja. En ze hebben weer mannen ook geliefd. Ja. Ja, die zijn je vrienden. Ja, maar mis ik kaba. Dan ga je karadrama. Karen hun distani boys hebben defi. Adin. Isabido, nou mijn brother draven naar mijn distani brother. En als het geen NDP'er zou zijn? Dat weet ik niet, maar als het NPS moet zijn, liever geen Rusland. En wie dan zie je van de NPS? Zet een jong persoon toch, jong en dynamisch toch. Is het Hellings? Ik hoor in balans. Ik kan niet, ik big up de man. Ja, NDP. Duidelijk. Alston Sanayong is signing out. En blijft u ons volgen until the next time. Vaderland, Suriname is je vaderland. Al uw actualiteiten, sport, entertainment, onthullingen kunt u allemaal bekijken op Kulturu TV. Wij heten u van harte welkom om uw verhaal te vertellen op het platform van Kulturu TV. Wij zijn te bereiken op het telefoonnummer 7249402. Kulturu TV, Suriname, altijd dichtbij.